Tijdens het symposium Stabiel en Dan staat de stabiele fase van de bipolaire stoornis centraal. Zelfmanagement is een belangrijk thema in de behandeling van de bipolaire stoornis in deze fase. Silvio van de Heuvel, onze promovendus, zal de aanwezigen vertellen over de meest recente inzichten ten aanzien van zelfmanagement. En zelf zal ik een workshop verzorgen over de filminterventie De Mens Achter de Ziekte. De inzet van positieve psychologie binnen de GGZ is een steeds belangrijker wordend thema. Gerben Westerhof, hoogleraar narratieve psychologie en technologie aan de Universiteit van Twente, zal hierover spreken. Welbevinden, herstel en participatie worden steeds meer gezien als belangrijke uitkomsten van therapie. Het SBS gaat de komende jaren onderzoek doen naar de effecten van de inzet van positieve psychologie-interventies in de behandeling in de ultieme fase. Melissa Crespijn zal in haar workshop hierover meer vertellen. Het SCBS streeft ernaar de participatie van patiënten en naastbetrokkenen binnen de deskundigheidsbevordering te vergroten. Het symposium bestaat uit een middagdeel, een diner en een avonddeel. In de middag zijn er verschillende workshops te volgen over uiteenlopende thema's, allemaal gekoppeld aan de stabiele fase in de bipolaire stoornis. De laatste spreker is Ralf Koepka, hoogleraar bipolaire stoornissen. Hij spreekt over stadiëring en interepisodisch functioneren bij bipolaire stemmingstoornissen. Het SCBS biedt u een gevarieerd programma waarin veel aandacht is voor interactie en uitwisseling tussen de deelnemers en de sprekers. Aanmelden kan via de site van het SCBS.